Onderwijsminister Marie Leevens heeft gezegd dat ze ouders en verzorgers niet kan garanderen dat er geen besmettingen op scholen kunnen plaatsvinden, maar dat alles eraan wordt gedaan om hun kinderen veilig onderwijs te bieden. De bewindsvrouw sprak vanmiddag in de Nationale Assemblée tijdens een openbare vergadering over de recente ontwikkelingen rond COVID-19. Mensen zijn mensen van 11 leerkrachten en daar waren alle 11 leerkrachten besmet. Maar dat is maar één school. De rest van de scholen in het binnenland hadden redelijk meer besmettingen, maar niet zoveel als op die ene enkele school waar alle leerkrachten waren besmet. In de stad hebben wij dat niet gehad, tot nu toe. Dus over het algemeen zijn er geen clusterbesmettingen op de scholen. Er zijn individuele besmettingen. En het moment dat men dat weet, wordt gevraagd dat de leerkracht naar huis gaat. En op het moment dat men vermoedt dat een leerling besmet is, wordt ook aan die leerling die ziekteverschijnselen heeft, gevraagd de school te verlaten. Leven stelt dat de COVID-protocollen landelijk wel sterk in acht worden genomen bij alle onderwijsinstellingen. De bewindsvrouw zegt dat ze blij is met aandacht dat in radioprogramma's wordt besteed aan het geestelijk welzijn van kinderen tijdens de coronapandemie. Men kijkt vaak naar de fysieke gezondheid van kinderen en vergeet de geestelijke gezondheid. Wij hebben geen onderzoek gedaan en wij kunnen niet bewijzen wat het percentage van de daling in de geestelijke gezondheid is. Wereldwijd schat men de achteruitgang in de geestelijke gezondheid bij kinderen vanwege het thuisblijven tussen de 20% en 30%. Dus ook daar vraag ik aandacht voor. Als kinderen te lang geïsoleerd worden gehouden, gaan ze achteruit. Leven stelt dat ze alle moeite doet om alle belanghebbende organisaties gerust te stellen met de recente besluiten om het onderwijsproces op te starten. De aanvragen van vakbonden die onderwijsorganisaties vertegenwoordigen om haar te spreken leggen veel druk op haar werk. Het is volgens de minister geen makkelijke taak om de onderwijssector nu draaiende te houden.